Oh, welkom bij vlog nummer 23. Baruch is er ook. En we zijn op onze fietsjes. Blauw boxje er ook, zie je dat? Maar cool. En we gaan fietsen vanaf Westervoort helemaal naar Nijmegen. Dukenburg. Dus dat is 27 kilometer. Hey, omdat we daar gaan chillen vanavond samen met Colin Werkman bij een vriend van ons. Helemaal zat in de geest. Zo, we zijn aangekomen bij station Nijmegen. Aan de overkant zie je Baruch en Colin. Zo, dat is dan weer anderhalf uur fietsen, maar we hebben het gered. Voor een beetje 30 kilometer. Yo, we zitten hier op een van de vaag fietspad. Wow, dit is echt scheef als de... Ja, en Baruch vindt het ondertussen leuk, want hij heeft ons hierheen geleid. Die man, hè, die man. Dit is gewoon geen fietspad. Hij noemt dit een fietspad. Wat een man. Wat een man. Niet naar Daniel luisteren, hij kraamt ons in, joh. Jongen, jongen, jongen. Zo, Baruch gaat zo meteen een foto maken van Colin. En, we zijn benieuwd wat de uitkomst is. Misschien een ronde varken. Staat hij in mijn gerecht? Leuk, Daniel, leuk. Nee. Op jouw gerecht. Oh, ik kijk dan naar mij. Oh, nee. Nou, ik ga een foto maken. Even lachen. Ja, is goed gelukt. Oké. Wow, zo, kijk, ze lijkt echt heel veel op Jezus. We zijn evenbeeld. Jongens. Genade moet je verdienen. Genade moet je verdienen. Nu wordt Kees boos. Genade hoef je niet te verdienen. Genade heb je gekregen, tenminste wij drieën. Ik werk er gewoon voor, ik weet niet wat jullie doen, maar... Ja, wij krijgen het om niet. Heerlijk. Ik hou hem eerst aan de Joodse bed. Zo, deze man. Good for you. Op Jezus! Hey. Op Jezus, ik word hier gewoon gewassen. Kijk, nog een beetje schaamte nog. Zo. Nou, Jezus trok ook zijn bovenkleed uit toen hij zijn leerlingen de voeten waste. Dat heb ik hier niet gedaan. Okay. We mogen aan tafel komen. Aan schouw. Halleluja. Eerlijk zei Kees. 1000 bronnen en granaten. We zitten lekker te eten. Hi Colin. Baruch. Hoi Toetje. Hoi Kees. Nu gaan we weer verder met eten. Want het is heel erg gezellig. Zo, ik ben net een minuutje aangekomen in Westervoort. Dat verdient wel een slokje, want ik heb het in 1 uur gedaan. Vanaf Nijmegen-Dukkenburg naar Westervoort, ongeveer 28 kilometer. Weer zo, wat een tocht jongens, met een flinke normale broek aan. Ah, zo, halleluja. En ik ben sneller dan Colin. Colin die is met het OV gegaan. En die komt waarschijnlijk pas over een kwartiertje aan. Moet je nagaan, hè. Met de racefiets kan je veel bereiken. Maar goed, nu lekker douchen. Dat is denk ik wel handig of zo. Dat is het nadeel. Zo, dat was het weer voor vandaag. Wat voor lessen hebben we geleerd, Colin? Het is te laat nu, Daniel. Oké. Is het te laat nu? Is het nu te laat? Ja, joh. Ga jij maar de video doen. Oké dan. Dus ja, we hebben geleerd dat de hoogste zullen de laagste zijn, weet je. We zijn bij Kees geweest. En Kees is een vriend van ons. En hij is echt een voorbidder. En heeft een hart gewoon om mensen die een roeping hebben. Om ze te kunnen ondersteunen wanneer ze echt door een moeilijke strijd ingaan. En ja, dat kan hij zeker doen. En dat is gewoon, zijn gastvrijheid was zo geweldig. Dat we binnenkwamen en dat wij vervolgens... onze voeten vervolgens werden gewassen. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon bijzonder. We kunnen leren van... Absoluut. Van zo'n nederigheid. Van zo'n dienstbaarheid. Dat is gewoon de liefde van Jezus. Ja, dus... ja, lekker. Ja. Uiteindelijk heb ik nog 50 minuten moeten wachten voordat jij binnenkwam. Dus dan zie je maar weer dat volgens mij had ik ook weer ondertussen weer terug kunnen fietsen zo'n beetje. Ja. Maar goed... Ja, dus vandaag was gewoon een goede dag. God is goed.
Echt, weet je, de glorie is in jou. Je hoeft het alleen maar te gaan geloven. Ja. Je hoeft alleen maar te gaan geloven. Ga het geloven en dan ga je het vanzelf voelen. Ja, wat wil je zeggen, Jim? Soms is geven of ontvangen moeilijker dan geven. Ja. Wat ik al zei, want degene die geeft is ja, de good guy natuurlijk. Maar degene die ontvangt, die is nederig, die moet nederig zijn. Die moet zich kwetsbaar opstellen. En, ontvankelijk, ja. Ja, ik heb vandaag wel geleerd dat het soms moeilijk is om te ontvangen dan om te geven. Ja. Met Kees ook zo bijzonder. Yes, en zo werkt het dus ook bij Gods genade, weet je. Wij verdienen het niet. Het is onverdiende gunst. Het enige wat wij kunnen doen is ja en amen. We kunnen ervoor proberen te werken. We kunnen proberen te verdienen. Maar al die dingen, dat belemmert ons om te gaan zien wie God werkelijk is. God is liefde. We hoeven alleen maar te ontvangen. Gewoon helemaal onszelf open te stellen voor zijn liefde. Yes. Halleluja. En ik wil nog even inhaken op wat tegenwoordig normaal lijkt in christelijk Nederland. Ja, half christelijk Nederland is ondertussen een valse profeet genoemd. En dus daarom wil ik eigenlijk gewoon iemand met wie ik lange tijd bevriend ben geweest. Maar helaas... Ja, ik ben helaas laatst achtergekomen nadat hij een Betty's filmpje van zichzelf had gepost. Wil ik toch gewoon zeggen van, deze jongen die klopt niet. Hij is gewoon een valse profeet. En dus, en een dwaalleraar natuurlijk. Ja, dwaalleraar en valse profeet is bijna geen onderscheid. Blijf uit de buurt van deze man. Dus blijf uit de buurt van deze man. Je krijgt zo meteen de foto's te zien. En jongens, tot morgen dan. En pas op. Is waakzaam.